Op deze rail staan straks 4 traversewagens die met elkaar communiceren om in totaal een aantal van meer dan 200 pallets per uur heen en weer te sturen. Welkom bij de tweede constructie-update van Vergeer. Wat we vandaag met name gaan zien is een verdere opbouw van de expeditieafdeling, wat daar allemaal gebeurt. Bij Vergeer hebben we hier een hele reeks bufferbanen staan, waarin de eerste 2 bufferbanen puur bedoeld zijn voor de opslag, dus voor een ingaande stroom. Nou, een chauffeur meldt zich, hier zal een scherm aankomen te hangen, waarin alle informatie van een chauffeur toonbaar kan zijn. Het kan de route zijn, het kan de naam van een chauffeur zijn, kenteken van de vrachtwagen, zodat je uiteindelijk in ieder geval zeker weet dat hij hier moet zijn. De banen ernaast, die zijn voornamelijk bedoeld voor uitvoer. En het ontwerp is zo gekozen dat de totaliteit van 3 bufferbanen, als je die volledig volzet, precies de maximale hoeveelheid zijn van een vrachtwagen. En zo krijg je dat 3 van die banen gekoppeld zijn aan een dok. Dus elk dok staat gelijk aan 3 banen en zo kan Vergeer 6 tot 7 vrachtwagenladingen klaarzetten voordat de chauffeurs aankomen. Aan de zijkant van de buffers worden pallets van en naar de buffers toegestuurd. Dat gebeurt hier op deze rail. Op deze rail staan straks 4 traversewagens die met elkaar communiceren om in totaal een aantal van meer dan 200 pallets per uur heen en weer te sturen. Hier zijn we bij de in- en uitvoer van de eerste verdieping van de materiaalcel. Je zal dit straks door heel de fabriek heen zien. Dit maakt eigenlijk de koppelingen met alle omliggende systemen. Nou, je ziet het, we zitten eigenlijk nog relatief vroeg in de bouw, maar alles hiervan is al voorzien van bekabeling, sensoriek. We zijn aan het testen en volgende week zullen we ook de eerste bewegingen gaan zien. Dat alles om uiteindelijk op 1 oktober de eerste fase te realiseren aan Vergeer en op 1 januari 2021 de rest van de fabriek. Nou, inmiddels zijn we in deze tweede video een stuk verder met de opbouw die we in de eerste vlog voornamelijk veel uitleg over kregen. Hier zien we het nieuwe systeem, 10 lagen hoog, tot 350 bewegingen per uur. En ja, we zijn nu eigenlijk de boel aan het afsluiten, letterlijk, door de middel van de muren, om aan de volgende cel verder te gaan. Bedankt voor het kijken. Dit was het tweede deel van Vergeer bouwt. Volgende keer gaan wij hier natuurlijk wat meer laten zien weer. Dan zal het weer wat meer gevuld zijn, ook op de eerste verdieping. En gaan we de eerste bewegingen zien.